Hallo en welkom bij een nieuwe kennisclip Radiologie. Vandaag gaan we het hebben over enkelfracturen. Ideaal voor je co-schapschirurgie, radiologie of op de eerste hulp. Want dat is een letsel wat heel veel voorkomt. En vandaag gaan we de nadruk leggen op de klassificatie van enkelfracturen. Want soms is een enkelfractuur heel simpel, duidelijk zichtbaar. Er zit één fractuur, dit is makkelijk te benoemen en te behandelen. Maar het kan ook wel een stapje ingewikkelder, omdat er bijvoorbeeld nog een tweede fractuur zichtbaar is of zelfs een derde. Hoe moet je dat dan precies klassificeren? Dan kunnen we nog de situatie hebben dat een enkelfractuur overduidelijk instabiel is. Maar het lastigste zijn deze casus waar we niet in eerste instantie een fractuur zien. Alleen een beetje WKD-zwelling mediaal en lateraal. En toch blijkt dit een instabiele enkelfractuur te zijn. Om dat beter te begrijpen en juist te klassificeren hebben we een algoritme voor enkelfracturen opgesteld. En om die goed te kunnen begrijpen moeten we eerst iets weten over de Weber-klassificatie en de Lauge-Hanser-klassificatie. Als we die beide goed begrijpen komen we terug op het algoritme. De Weber-klassificatie kijkt naar de locatie van de fractuur in de fibula ten opzichte van de syndesmose. En dat is deze gestippelde lijn die je hier ziet. Als de fractuur onder het niveau van de syndesmose zit, noemen we het een Weber-A-fractuur. En dat is meestal het gevolg van een inversieletsel. Als het niveau van de fractuur ter hoogte is van de syndesmose, en hij dus eigenlijk door de syndesmose heen verloopt, spreken we van een Weber-B-fractuur. En je ziet al aan de vorm en de positie van de talus dat er eigenlijk een ander traumamechanisme is ontstaan. En dan hebben we tot slot nog een Weber-C-fractuur. En daar kan de fractuur in de distale fibula eigenlijk op elk niveau zijn van de fibula. En het kan dus ook zijn dat deze dus buiten het field of view van je foto valt. En dat maakt het dus enigszins ingewikkeld. Gaan we kijken naar deze casus, die hebben we al eerder gezien. Dwarse fractuur van de distale fibula onder het niveau van de syndesmose. Dit is duidelijk een Weber-A-fractuur. Volgende casus die we net al hebben gezien. Een schuine fractuur door de distale fibula. Een Weber-B-fractuur, maar we zien hier al gelijk wat het lastig maakt, want de Weber-klassificatie zegt dus niet per se iets over de mediale malleolusfractuur of over al deze fracturen die je hier posterior ziet van bijvoorbeeld de distale tibia. We kunnen dus stellen dat de Weber-klassificatie super makkelijk is om te onthouden en daarom is hij ook zo populair en kent iedereen hem, maar hij doet niet echt recht aan de eventuele andere fracturen die er zichtbaar zouden kunnen zijn of andere ligamentaire structuren die gescheurd zijn en daarmee gezegd hebben eigenlijk of de enkelvork stabiel is of niet. En dat is een klein beetje een manco van de Weber-klassificatie. En dat is waar de Lauge-Hanser-klassificatie om de hoek komt kijken. Deze beschrijft wat uitgebreider het traumamechanisme en dat is gesimuleerd door onderbeenspreparaten op planken te monteren en vervolgens daar een kracht op toe te passen. Tot er een bepaalde krak wordt gehoord en vervolgens is gekeken wat voor een fractuur er dan is opgetreden. De meest voorkomende groepen die door Lauge-Hanser worden beschreven zijn het supinatie-adductieletsel. Dus de voet stond in supinatie en vervolgens is een adductiekracht op de enkelvork toegepast. Het letsel waarbij de voet in supinatie staat en de voet vervolgens in exorotatie draait ten opzichte van de tibia. En tot slot het letsel waarbij de voet in pronatie staat en een exorotatiekracht op het bovenste spronggewicht wordt afgeleverd. Wat deze klassificatie lastig maakt, is dat we niet alleen deze termen moeten onthouden, maar we moeten ook bedenken of de syndesmose betrokken is en de malleolus tertius betrokken is, want de betrokkenheid van al deze structuren bepaalt vervolgens de gradering van elk van deze fracturen. We kunnen in ieder geval stellen dat deze klassificatie veel completer is dan de Weber-klassificatie, maar je ziet al aan het plaatje, dit is vrij moeilijk om in één keer toe te passen. Gelukkig is er een manier om het wel makkelijk te onthouden. Als we kijken naar de Weber-klassificatie en we kijken naar dit plaatje linksboven, naar deze Weber-A-klassificatie, dan zien we dat de richting van de fractuur en de relatie ten opzichte van de syndesmose exact overeenkomt met het supinatie-adductietrauma. En hetzelfde geldt eigenlijk voor een Weber-B, wat overeenkomt met een supinatie-exorotatieletsel, en een Weber-C, wat overeenkomt met een pronatie-exorotatieletsel. En dat is precies hoe je ook het algoritme moet gebruiken. Kijk eerst welke Weber-klassificatie je aan de fractuur zou geven. Bedenk vervolgens welke Lauge-Hanser-klassificatie daarbij past en kijk daarna in een spiekbriefje in welk stadium die fractuur zich bevindt. Gaan we terug naar deze casus. Het betreft een Weber-A-fractuur, dat wisten we al. Het is een dwarse fractuur onder het niveau van de syndesmose. Dat hoort bij een supinatie-adductietrauma. En we zien op het plaatje dat er nog een tweede stap bij kan, namelijk een schuine fractuur door de mediale malleolus, wat bij deze patiënt niet het geval is. Dus dit is supinatie-adductie graad 1. Volgende casus. We kijken eerst weer naar de distale fibula. Een schuine fractuur ter hoogte van de syndesmose. Dat betreft een Weber-B-fractuur. Heel goed. Wat voor een Lauge-Hanser-klassificatie hoort daarbij? Een supinatie-exorotatieletsel. Heel goed. Dat betekent, als we naar het plaatje kijken, dat we goed moeten kijken naar de malleolus tertius en naar de mediale malleolus.
die laatste fractuur, die springt eigenlijk wel het meest in het oog. Je ziet dat hier een cortexonderbreking is. Dus dan weten we al dat er gelijk stadium 4 supinatie exoccultatieletsel is. En dat er dus sowieso een malleolus tertius fractuur aanwezig moet zijn. En die zien we ook op deze foto, want ook hier aan de posteriore zijde is er een cortexonderbreking. Dus dit is een supinatie exoccultatie 4 letsel, een instabiele enkelfractuur. Gaan we naar de volgende casus en dat is meteen de lastigste, want misschien valt er in eerste instantie niet zoveel op. Gewoon volgens het algoritme. Zit er een fibula fractuur? Nee, die kunnen we eigenlijk niet zien. Dus een Weber A of B fractuur kan het al niet zijn. Zou het dan een Weber C fractuur kunnen zijn? Een Weber C is equivalent aan Lauge Hansen pronatie exoccultatie. Kijken we naar het overzicht. En dan zou het een goede stap zijn om naar de malleolus tertius en naar de mediale malleolus te kijken. En de malleolus tertius die is hier overduidelijk gebroken. Als er dus een pronatie exoccultatie letsel speelt, zou dit gelijk stap 4 zijn. Zou het ook nog stap 1 zichtbaar kunnen zijn? Eigenlijk zou het wel moeten. En hier valt dan ineens een heel klein avulsiefractuurtje op aan de mediale zijde. Stap 2 is syndesmoseletsel, dus dat zien we vaak niet op de foto. En stap 3 is de fibulafractuur, de WBC-fractuur, die dus op deze foto niet zichtbaar wordt. Maar als we een onderbeensfoto maken, zien we wel degelijk een proximale fibulafractuur. Pronatie, exoccultatie, stap 4. We gaan hier nu heel snel doorheen, maar het is eigenlijk hartstikke ingewikkeld. Toch is het algoritme wat eronder ligt vrij overzichtelijk. Bedenk dus voor jezelf eerst met welke Weber-fractuur heb ik te maken. Een Weber A, B of C-fractuur. Bedenk vervolgens welke Lauge-Hansen-classificatie erbij hoort. Een Weber A-fractuur hoort bij een supinatie-adductie-fractuur. Een Weber B-fractuur hoort bij een supinatie-exoccultatie-trauma. En een Weber C-fractuur hoort bij een pronatie-exoccultatie-trauma. Daarna moeten we beoordelen in welk stadium het letsel zich bevindt. En dat is super ingewikkeld om in één keer te beheersen. Maar met dit speakbriefje kom je er wel. Mocht je dit nou interessant vinden, zijn er nog andere filmpjes waar we met name zullen ingaan op die Weber B en Weber C letsels. Want dat zijn, zoals jullie kunnen zien, hele ingewikkelde letsels. Waarbij we aan de hand van het traumamechanisme nog een keer uitvoerig ingaan op de verschillende stappen van deze fracturen. Tot dat moment, dank voor jullie aandacht en veel succes met het beoordelen van jullie volgende enkelfractuur en het juist klassificeren daarvan. Tot ziens!